Bert Philipsen. Ik werk voor Wageningen Livestock Research als projectleider binnen bodem, grasland, voedergewassen projecten. Ik heb een workshop gegeven over gras-mais signaal. Dat gaat eigenlijk over een nieuw innovatieproject wat eigenlijk management en de benutting, de groei van grasland en mais wil verbeteren. En die verbetering op gras-mais die willen we halen door met sensoren, modellen en adviessystemen te ontwikkelen. Gras-mais signaal, waarbij we drie innovaties mogelijk maken. Van bedrijfsniveau naar perceelsniveau, opbrengsten en management organiseren. Dat we niet op jaarbasis informatie krijgen wat er van de perceel afkomt, maar dat we dagelijks weten wat er staat. En als derde de innovatie dat we niet weten wat er gisteren gegroeid is, maar dat we eigenlijk kunnen voorspellen wat er volgende week geoogst kan worden, met welke opbrengst en welke kwaliteit. Groen onderwijs kan hierop inspelen door in het onderwijsprogramma aan te geven wat er aankomt aan nieuwe technologieën. De meeste studenten werken ook met smartphones of dat soort zaken. Nou, er komen heel veel combinaties komen daarbij. En ze zouden kunnen verkennen en bedrijfsleven in de regio kunnen benutten om opdrachten weg te zetten en om kleine onderzoekjes te organiseren bijvoorbeeld, om daarmee hun kennis bij de studenten ook op een hoog pijl te brengen. Groen Kennisnet kan volgens mij hierbij een rol spelen door bijvoorbeeld de haalbaarheidsonderzoek en ook de aanknopingspunten met eerdere studies dat die daar beschikbaar gemaakt zijn. En nou, je zou ook inderdaad met film of met andere ervaringen of het doorverwijzen naar bedrijfslevenpartners zou dat volgens mij geborgd en doorgekoppeld kunnen worden. Mijn naam is Brigitte Kok, ben werkzaam bij het AOC Oost in Doetinchem. Locatie Doetinchem, heel af en toe ga ik naar Almelo. Ik ben docent op het MBO. Ik ben onderdeel van team veehouderij. De informatie die we zojuist hebben gezien via die workshop, die ging over mais, maar ook over gras, die kan ik deels verwerken. Het gedeelte over mais zal ik waarschijnlijk in het voorjaar al kunnen toepassen. Het gedeelte van gras kan waarschijnlijk door een collega worden toegepast. Ik probeer sowieso mij op de hoogte te houden van de nieuwe onderzoeken. Dus ik probeer echt heel vaak de vakbladen te lezen en dat te vertalen naar de leerlingen van ons MBO. Ik denk dat Groen Kennisnet zeker een rol kan spelen daarin, in het doorstromen van die informatie.